Ja, goedenavond iedereen. We gaan weer een avondje live. Of een avondje, een uurtje hoop ik. Leuk dat jullie er weer zijn. Ik ga vanavond aan de slag met pampastels. In monochroom kleurtjes, dus een beetje opeenvolgende kleurtjes. Van één tint, dus in dit geval grijs. Ik heb daar deze kaart als voorbeeld mee gemaakt. En die ga ik vanavond opbouwen, zodat jullie daarmee gezellig mee kunnen kijken. Ik hoop dat ik de vragen ook zo snel zie. Mocht ik vragen nu niet zien, dan tag me maar even. Want het is moeilijk teruglezen onder een live. Want op een of andere manier gooit hij alle vragen en opmerkingen door elkaar heen. Als ze wat terug willen kijken. Nou, ik ga beginnen met het papier. Ik heb hiervoor een vrij dun papier. Omdat ik hem toch weer op een kaart ga verwerken, vind ik dit niet zo erg. Dus ik heb hiervoor een Toned Grey. Het is papier van Strathmore. Het is maar 118 grams. Maar ik vind het zo leuk omdat hij al een beetje in een grijs tint is. Dus ik scheur hier even een papier uit het blokje. En die ga ik even op maat snijden. Even zien. Nu ik toch die vazen in de hand heb. Dit is dus onze, of onze, maar de geweldige fijne snijapparaat. Wat ik als tip mee kan geven nog bij dit snijapparaat is het kuiltje, laat ik maar zeggen. De gleuf waar je mesje en de rillijn doorloopt. Die moet je af en toe even schoonmaken. Dus dan neem je een speldje of een dik stuk karton wat er precies doorpast. Dat je die even schoonmaakt. Want er blijven wel eens dingetjes inhaken. En dan snijdt hij weer perfect. Nou, dat was even een kleine tip tussendoor. Ik ga even mijn kaart op maat snijden. Ik neem deze keer een... Even denken, wat zal ik doen? 15, 15. Dus dan wordt het een kleine van die. Dan neem ik een 14,5. Wat zou ik doen? Ja, ik neem een 14 bij een 10,5. Maar dat wordt dan 9,5. Kijk, dan wordt die wel heel klein misschien. Ik maak hem vierkant deze keer. 14 bij 14. Dan mat ik hem zo nog op twee kleurtjes. En uiteindelijk... zijn we bezig 15, 15 wordt het eindresultaat. Ik zag net iets voorbij komen van Janine dat ze druk waren met de webwinkel. Het is een gigantisch werk. Het loopt allemaal, ik kan bijna zeggen, niet helemaal zoals gehoopt was dat het zou gaan. Er is iets met de voorraden. Er wordt keihard aan gewerkt om dat allemaal weer voor elkaar te krijgen. En iedereen doet zijn uiterste best om jullie van de pakketjes en de goedkeuringsmails en al dat soort dingetjes te voorzien. Maar mensen, heb alsjeblieft geduld. Want het komt allemaal goed, maar het is op het moment even een gekhuis. Goed, de kaart. Ik neem een stempelhulp. Ik heb nu eens een keer mijn Misty gepakt. Anders dan verstoft die ook maar. En dan pak ik er een stempel bij van een roos. En dat is de Studio Light. De stamp SL271. Die vond ik wel mooi voor vanavond. Die zat niet op mijn voorbeeldkaart. Ik had een hele oude roos gebruikt. Maar deze vind ik ook erg mooi. Die leg ik een beetje zo op mijn kaart. Dan doe ik mijn deurtje weer dicht. En dan pak ik de Memento inkt. En daar stempel ik met Grey Flanel. Dus ook al een grijze tint. Waar ik dus de rest van de kaart ook mee ga opbouwen. Ik beinkt even de stempel. Even kijken. Nu is dit een hele nieuwe stempel. Dus ik ben benieuwd of die in één keer goed gaat. Nou, vliegt er wat anders voor me. Beeld. Ik wil jullie wel even blijven zien, anders dan kan ik de vragen niet meelezen. Goed, nee, kijk. Maar goed, daar hebben we stempelhulp voor. Ik kan hem nog een keer beinkten en
bestempelen. Kijk, dan wordt hij al wat beter. En misschien dat mijn inkblokje ook niet helemaal meer volledig vol is. Maar goed, hij staat erop. Je zou hier eventueel ook nog een lichtere tint voor kunnen pakken. Maar ik heb gekozen voor de gray flanel. Ja, Angel, geduld is een schone zaak. Het is nu even, ik wou zeggen, tussen haakjes afzien. Maar straks dan is alles met actuele voorraden. Dus wij en jullie hebben er straks erg veel gemak van. Maar het is nu even door de zure appel heen bijten, zeg maar. Ik pak even mijn een papier eronder. Ik kan natuurlijk ook mijn, mijn kraftsheet eronder leggen, maar dan moet ik iets verder weg om hem te pakken. Ik neem gewoon even een wit papier, als dat niet te fel wordt voor het beeld van jullie. Ik zal even wachten totdat ik het zelf ook zie. Nou, ik denk dat dat wel goed gaat komen. Nou, wat ik heb gedaan, ik heb dus monochrome kleurtjes. Ik hoop dat ze zo in beeld zijn. Van de Pampastels. Ik heb een Natural Grey, dat is de basiskleur. Dan heb je de Natural Grey Shade, dat is een tintje donkerder. En dan heb je de Natural Grey Extra Dark. Dus dat zijn drie opeenvolgende tinten. Dus altijd een gewone, een schaduw en een extra donkere. Dat is van alle Pampastelletjes. En dan heb ik een colorless blender, dus een kleurloze blender. Die ga ik zo ook gebruiken. Nou, ik heb een toeltje. Je kan dit ook met die hele kleine toeltjes doen. Dat zijn een soort van oogschaduw stokjes, noem het maar één. Ik zal even kijken of ik ze zo bij de hand heb in mijn bakje. Dan moet ik die ook even laten zien. Dat kun je ook gebruiken. Dat zijn setjes met deze, waar ook weer die speciale sponsjes voor Pampastel aan zitten. Die kan je dus ook gebruiken. Maar ik kies vanavond, omdat ik het zelf wel een fijne vind, voor het punt penseeltje of het punt toeltje. Dan ga ik de lichtste kleur aanzetten aan de binnenkant van de rozenbladeren. En dan veeg ik hem heel zachtjes, heel lichtjes, iets naar buiten toe. Met kleine ronddraaiende bewegingen zet ik dan de lichtste kleur op de delen van de roos. En je moet absoluut niet duwen, het is echt hele kleine zachte rondjes draaien. Je dept gewoon heel voorzichtig elke keer even in de Pampastel. Je hoeft daar ook niet te duwen. Pampastel is iets uit de schilder- en tekenwereld en bevat ontzettend veel kleurpigment. Dus als je dan rood hebt, is het ook echt rood. En tjalk bestaat uit heel veel kalkmiddeltjes met weinig kleur. En Pampastel bestaat dus echt uit heel veel kleurpigment en weinig kalk. En het is kleurecht. Dus het is een heel mooi kleurmedium. Ik ga even draaien, want ik ben linkshandig. Dus ik ga hem even op zijn kop draaien. Ik hoop dat het zo allemaal een beetje te volgen is wat ik doe. Je zal nog niet heel veel kleurverschil zien, denk ik, op het beeld. Dit is natuurlijk ook nog maar de lichtste kleur. En dan moet ik oppassen dat ik weer niet verdwaal in mijn werkje. Zodat ik niet wat zeg. Dat jullie denken van dit geluid doet niet meer. Meestal als ik ergens mee bezig ben, dan verdwaal ik nog wel eens. Nou, ook de blaadjes krijgen van mij vanaf de binnenkant een beetje grijs. Omdat alles in één tint wordt. Je zou zoiets ook nog voor een
Ja, voor een rouwkaart kunnen gebruiken. Maar ik moet zeggen, ik geef er straks nog een klein feestelijk tintje aan. Dus. Maar daar komen we zo op terug. Dat is bijna op het eind. Dus je duwt niet in de pampastel, maar je dept hem er een klein beetje in. En dan ga je rondjes vegen. Ja, Anita, mijn stem is er weer. Hij is nog niet optimaal. Het is nog een beetje droog her en der, maar goed. Ik heb een bekertje water bij de hand voor mocht ik helemaal uitdrogen. Ik zal vast niet de enige zijn die last heeft gehad van verkoudheid of iets dergelijks. Nou, dit is de lichtste kleur. Inzoomen. Nou, ik hou hem even dichterbij. Wat ik heb gedaan. Er is nog niet zo heel veel te zien. Ik heb dus zo met mijn toeltje hele kleine rondjes gedraaid. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Ja, het ziet er simpel uit. Ja, het is ook vrij simpel eigenlijk. Het is heel relaxed moet je dit eigenlijk doen. Dus een klein beetje dippen. Van binnenuit aanzetten. En rondjes draaien. Nou, dit was het eerste deel. Nu ga ik over naar het volgende deel. En dan neem ik een penseeltje voor. Die ga ik nu pakken. Er wordt al gebruikt, gebruik je nooit een penseel? Ja, Mieke, die gebruik ik. Die ga ik dus nu gebruiken. Nu ga ik een tintje donkerder. En omdat ik dat kleiner aan wil zetten, wat fijner, gebruik ik dus een penseeltje. Ik zal even kijken of ik het omhoog kan halen. Dan doe ik even een boekje eronder. Even zien of die dan scherp stelt. Dan ga je weer van de binnenste kantjes een tintje donkerder zet je dan aan. En ook die veeg je weer naar buiten. Af en toe moet je even een beetje blazen. Want dan wil er wel eens een korreltje van de pampastel op blijven liggen. Nou, die blaas je gewoon even weg. En zo. Dus nou krijg je een beetje meer diepte in de rozenblaadjes. Ik zet totaal geen kracht. Het is echt heel lichtjes. Ga je die uitwaaieren. Ja, het papier is Kreton van Strathmore. Het is een wat dunner papier zoals ik in het begin vertelde. Het is maar 112 gram uit mijn hoofd. Ook in mijn hand. Ja, 118 gram is die maar. Maar omdat die al grijs getint is, is die zo mooi bij die monochroom kleurtjes. En omdat ik hem toch weer op een andere basiskaart plak, is het niet zo erg dat hij wat dun is. Er gebeurt verder niet wat mee met water of iets dergelijks. Dus kan prima op een iets donkerder of op een iets minder zwaar papier. Ga je nou met heel veel water werken en zo, dan ben je echt wel weer een zwaarder papier nodig. Maar dat hoeft dus nu niet. Pampastel is een soort ja, hele lichte poeder, dus ben je geen zwaar papier voor nodig. Nou, ik leg hem even neer, dan kan ik het even beter zien wat ik aan het doen ben. Jullie natuurlijk weer iets minder. Ik zal hem zo weer optillen. Even weer wat kruimeltjes wegblazen. Even kijken, ik probeer ondertussen wat mee te lezen. Martin, ga je ook over de eerste laag heen? Ja, ik ga nu ook over de eerste laag heen. De eerste laag zet ik eigenlijk alles aan wat ik een kleurtje wil geven. En de tweede laag, dan ga ik er gewoon weer overheen. Maar dan stop ik halverwege waar ik... zeg maar de eerste laag heeft het hele blaadje gedaan, zeg maar. En de tweede laag neem ik alleen het randje tot ongeveer de helft van het blaadje. Ik denk dat ik het zo het makkelijkste kan uitleggen. Het hoeft ook niet allemaal even donker. In het midden wordt het natuurlijk wel donkerder, want daar zit de bloemknop is bijna dicht.
Dus daar gebruik ik iets meer donker. Even weer wat blazen. Even zien, daar nog een beetje donkerder. Dan hier langs de buitenrand nog iets. En het mooie van dit papier is, omdat het al grijs is, hoef je hem eigenlijk niet eens helemaal tot het buitenste in te kleuren. Je kan rustig de buitenkantjes overslaan, omdat die toch al mooi licht grijzig gekleurd zijn. De diepste blaadjes worden bij mij het donkerste. Ja, fluweelpapier is ook heel geschikt, Gerda. Daar kun je eigenlijk alle pampastelkleurtjes op gebruiken. Zal wel weer een, geeft een hoe moet ik het zeggen, de echtheid van de kleur van de pampastel kun je heel goed zien op fluweelpapier. Er zit een heel klein fluweelachtig korreltje op. Dat is echt heel mooi. Maar ik heb nu dus gekozen voor het grijze, omdat ik dus die monochroom kaart wilde maken. Nou, ik heb er nu twee kleurtjes op. Wat ik nu ga doen is, ik ga toch her en der die blaadjes wat blenden. Ik neem dan die Corolus blender, ook met mijn penseeltje. En dan ga ik het een beetje mengen. Dus dan begin ik van buitenaf, ga ik naar binnen toe. En dan mengt hij dat heel mooi. Ik zal hem even optillen, zodat jullie het ook beter zien. Dus ik ga van buiten, ga ik naar binnen toe. En dan, ja, dan mengt hij op een of andere manier heel mooi die donker en die lichte tint weer door elkaar. Oh, moet ik wel in de witte gaan. Ik hoop dat het zo te zien is. Af en toe even weer een beetje blazen. Het is echt, je hoeft bijna geen kracht te zitten. Het gaat heel, echt heel losjes allemaal. Even mijn potje aan deze kant, dan zit ik steeds in de verkeerde. En dan blendt hij zeg maar de pampastelletjes heel mooi in elkaar over. Dus van buiten ga ik naar binnen. Ik vind het altijd wel mooi als er wat donkere tinten binnenin zitten en wat lichte tinten aan de buitenkant. Het is gewoon hele kleine, ja, rondjes draaien. Ik ga hem ook nog even over het middelstukje doen. Dan wordt die weer ietsjes lichter. Nou, ik hoop dat het zo een beetje te zien is. Dat is altijd een beetje lastig met die lichte kleurtjes. Nu heb ik er dus al diverse laagjes op aangebracht. Nu hou ik er zelf van als het echt... de binnenste delen echt heel mooi donker worden. En dat doe ik met een waterpenseel. Daar heb ik die gelaten. Ik heb een waterpenseel. Water en een doekje. Nou, niet schrikken. Maar... pampastel vloeibaar. Nee, het is niet vloeibaar. Het is een poeder. Pampastel moet je eigenlijk niet met water mee in aanraking komen. Het is echt... pampastel wordt gemaakt van heel veel kleurpigment met een soort van ja, krijt-tjalkachtig spul. Wat heel hard wordt geperst tot een cakeje, zeg maar. En het is kleurecht, het werkt gewoon heel mooi.
kleuren zijn ook echt zoals ze zijn. Op wit papier, als je dan rood gebruikt of groen gebruikt, dan blijft het mooi groen. Normaal gebruik je dus geen water, maar bij het inkleuren van bepaalde dingen, zoals in dit geval de bloem, gebruik ik wel een vochtig penseel. Nou, wat ik dan wel eens doe is, of ik neem een babydoekje. Dat is ook wel een idee. Of een idee, dat vind ik ook erg fijn. Gewoon een babydoekje in de hand. En daar veeg ik dan mijn penseel aan. Of ik doe een beetje water uit een waterpotje. En ik veeg die even aan een keukenpapiertje af. Je waterpenseel niet vullen met water. Dan pak ik met mijn vochtige penseel, dus de vochtige haartjes, een beetje aan de buitenkant van zo'n pampastel cakeje, pak ik een beetje hele donkere inkt, of pampastel. En daar ga ik de alle buitenste of binnenste delen van de blaadjes heel iets mee aanzetten. Als je denkt, nou lijkt hij eerst heel donker, omdat hij wat vochtig is natuurlijk. Hij moet ook wel donker, maar niet zo donker als dat hij nu lijkt. Hij komt straks nog weer, wordt hij nog weer iets lichter. Nou, dan zet je zeg maar de delen mee aan die je graag donker wilt. Een heel klein beetje vocht aan je penseel. En zo kun je dus ook eventueel poppetjes en zo inkleuren. Ook weer hele kleine rondjes draaien. Het lijkt nu eerst heel donker. Ik zal hem even dichterbij houden. Maar het droogt straks nog op en dan wordt hij weer iets lichter. Maar wel zo dat je straks verschil kunt zien van waar je dus heel iets extra's heb gedaan met de donkerste kleur. Ik kan niet alles in één hand, dus ik leg hem even weer neer. Klein beetje pampastel langs de rand van je pannetje. En dan zet je hem weer aan. Dus weer hele kleine rondjes. Niet tot het eind, maar tot waar die zeg maar onder het blaadje verschijnt. Klein beetje pampastel. Ik maak niet eens mijn penseel altijd vochtig, want een waterpenseel blijft heel lang vochtig genoeg. Ja, dan wil ik het graag goed laten zien, maar volgens mij moet ik een beetje schuin houden. Dus echt hele kleine rondjes draaien op je blaadjes, zodat hij een soort van schaduw krijgt. Gebruik je nu ook de middenkleur? Ja, ik wissel af en toe een beetje van de hele donkere inderdaad naar de middenkleur. Ik vond de donkerste kleur wel mooi, maar niet voor de buitenste delen. De donkerste kleur vind ik echt meer voor de binnenste delen. Want daar komt het minste licht vandaan. Licht op. Dus dan neem ik weer de allerdonkerste kleur. Hoe meer ik naar buiten ga, hoe lichter als het wordt. Dat is denk ik de makkelijkste omschrijving. Dus ik pik soms ook even wat uit de middenkleur. En dan zegt ze, zoals ik net zei, het is natuurlijk nu heel donker omdat het wat vochtig is. Maar dat droogt straks wat lichter op. En je merkt vanzelf wel, als er geen kleur meer van je penseeltje afkomt, dan is het tijd om weer even langs je doekje te vegen of even een beetje vocht toe te voegen aan je penseeltje.
Nou, ik leg hem even neer, dat ik hem even zelf goed kan bekijken. En zoals dit gedeelte lijkt nu heel donker. Maar die wordt straks dus weer lichter. Even kijken die wat. En op een gegeven moment krijg je zelf wel door van hoeveel water en hoeveel inkt en hoeveel, of wel hoeveel pampastel, hoeveel kleur. En wanneer je iets lichter moet en wanneer je iets donkerder moet. Heel vaak hoor ik ook wel. Ik vind het zo moeilijk om schaduw en zo te bepalen. Daar heb ik ook nog wel even een tip voor. Moet ik even kijken of ik een stukje mica heb. Even spieken. Ik had net die stempel. Oh ja. Nou, neem ik even. De stempel zit wel een stukje mica in. Een trucje, een tipje om te kunnen proberen de schaduw een beetje goed te krijgen, is een stukje mica dus. En een dikke viltstift, zeg ik altijd, een watervaste stift. Op het mica teken je dan zonnestralen. Van één punt teken je zo zonnestralen. Nou, schijnt de zon bij mij van rechts naar links. Zo heb ik zonnestralen. Wil je nou je schaduw bepalen, dan leg je die mica leg je op je werkje. Waar dan die stralen het eerste je blaadje raken, daar moet je de lichtste kleur aan houden. Dus even kijken, hoe kan ik dat mooi laten zien? Want het zal natuurlijk wel lekker glimmen in beeld. De zonnestralen raken aan de bovenkant het eerst mijn blaadje. Dus mijn blaadje moet aan die kant licht en aan die kant donkerder. Want hier raakt hij dus het laatste, de lichtstraal. Ik zie nog even een vraag. Wordt het door het vocht ook wat donkerder? De kleur dieper? Ja, het wordt eerst donkerder. Het wordt wat dieper van kleur. Maar het droogt wel weer wat op. Dat het wel weer iets lichter wordt als dat het nog vochtig is. Vochtige pampastel is altijd heel donker. Nou, zo werkt het eigenlijk met alles. Hier komt hij als eerst binnen en daar komt hij als eerst binnen. Maar dan moet je weer denken dat dit je achterste blad is. Die staat dus zo, hoe moet ik dat nou uitleggen? Zo om zit hij onder het bovenste blad. Dus dit is een blad en dit is een blad. Dan is het hier donkerder en wordt het daar weer lichter omdat hij omhoog staat. Ja, het is even een lastig verhaaltje, maar hopelijk is het zo'n beetje duidelijk van wat eventueel het lichtst en het donkerste moet. Dus gewoon een stukje mica met wat zonnestraaltjes dat je kan oefenen. Nou, dat was even een tipje tussendoor. Ondertussen heb ik mijn, ondertussen is mijn roos wel droog. Nu hoeft dat niet, maar dan kan ik even goed zien waar het eventueel nog wat donkerder moet. Nou, ik vind hier mag nog wel iets bij. Even kijken, daar zijn we nog niet geweest. Ik kleur altijd van de hak op de tak, zoals jullie zien. Ik ga van dat blad naar dat blad. Nou weer naar dat blad. Maar dat moet ik altijd zo even bekijken. Dat is denk ik mijn ding, dat ik niet echt blaadje voor blaadje op rijtje afdoe, maar ik ben altijd van hier naar daar. Dat is dan weer mijn dingetje. Nou, even zien. Volgens mij heb ik alle blaadjes een kleur gegeven. Ik pak nog even de lichtste kleur, omdat ik hier nog iets mis. En dan een klein beetje donkerder. Zo. Nou, dit is dan de basis. Even kijken. Willem, goede tip.
kan dat ook andersom? Ik bedoel, de stralen van de andere kant. Ja, je kan de stralen aan alle kanten laten komen. Van onder naar boven, van rechts naar links. Het is maar net hoe je het micaatje erop legt wat je wil. Als je tenminste moeite hebt met zonlicht. Nou, ik schuif even mijn pampastelletje aan de kant. En ik neem een fixeer. Want ik ga dit nu fixeren. Omdat ik deze nu op mijn manier klaar heb, ga ik even fixeren. En dat doe ik van ongeveer een 30 centimeter afstand. Ga ik even goed over die roos. Niet te dichtbij. Liever wat te ver af als te dichtbij. Doe ik even opzij, want anders zit alles eronder. Hoeft echt geen dikke laag. Maar het moest wel even gebeuren. Dat is de fixatie. Ik krijg wel eens de vraag van, kan het ook met haarlak? Nou, ik zou het niet doen, want haarlak wordt geel. En dat is echt jammer van je werk. Oké, nu ga ik verder, ik doe even het boekje er weer onderweg. Nu ga ik verder met de achtergrond. En dan pak ik wat Versamark. En ik pak even een achtergrondstempel erbij. Even kijken, ik heb hier hele mooie van Studio Light liggen. Ik pak even, deze. Die lag bovenop, dus we pakken deze. Mooie swirls, een beetje barokachtig. Die doe ik niet op een blok. Ik hou hem gewoon in de hand. Dan pak ik de Versamark. Ach nee, sorry. Ik ben nog een stap vergeten. Ik moet de omkant nog. Bliep. Even overnieuw. Knippen we eruit, zeggen we dan. We moeten nog even de omkant. Hoe heet het? Rondom. Ik had hem gefixeerd. Daar was ik gebleven. Nu pak ik mijn sponsje. Had ik klaargelegd. Maar inmiddels ben ik hem alweer kwijt. Nou, pak ik even een nieuwe. De sponsjes van Pampastel, die kan je uitwassen. Maar zoals je ziet, ze worden nooit weer mooi zo leverkleurig, zeg maar. Maar ze zijn wel schoon, ze geven niet meer af. Ik was ze gewoon in een waszakje, kan je ze in de wasmachine doen. 30 graden wasprogrammaatje. Of je doet ze gewoon in de gootsteen van je aanrecht. Met een handzeepje even goed spoelen. En dan kan je ze na het drogen weer gebruiken. Niet in de droge doen. Dat denk ik dat niet goed gaat. Maar gewoon even rustig laten liggen. Of op de verwarming leggen kan ook. Nou, nu ga ik hem even voorzien. Rondom de bloem van Pampastel. Ik begin weer met de lichtste kleur. Ik zal hem even iets naar me toe halen, denk ik. Of is het nog in beeld? Even spieken. Hier ergens, denk ik. De lichtste kleur, ik dep die in een pampastelletje. En dan ga ik rondjes draaien. Tot aan de rand van de bloem. Want de bloem die wil ik eigenlijk een beetje eruit laten, uit laten springen. Dus ik laat een randje om de bloem laat ik vrij. Je kan natuurlijk ook zeggen van ik wil hem perfect aangesloten hebben. Dan kan je kiezen om hem te maskeren. En dan stempel je de bloem eerst op maskeerpapier. Dat is een soort stikkervel wat aan één kant plakt en aan de andere kant een soort tekenpapier is. Dan knip je die bloem uit en dan plak je hem hierop. Dat kan ook. Maar bij mij krijgt hij nou dus een brede rand waar dus geen pampastel zit. Nou, dan ga ik van de lichtste kleur neem ik weer een tintje donkerder. Hier en daar wat. Ik ga hem niet helemaal rondom iets donkerder doen. Even kijken, hier nog een beetje. Oh, op mijn dingetje blijven. Gewoon heel losjes. Je kan het eigenlijk tussen twee vingers heel losjes rondjes draaien. Dat is eigenlijk het hele pampastel gebeuren. Waar je wel voor op moet passen, wat ook met de inktjes heel vaak is, mocht je vochtige handen hebben,
Ga dan niet met je vingers op het papier, want je krijgt dan wel vingerafdrukken. Dus ik neem dan wel eens gewoon een stukje papier en daarmee hou ik dan mijn kaart vast. Nou, inmiddels ben ik dus met de tweede kleur bezig. Dus ik ben met de Natural Gray bezig. En als tweede kleur heb ik de shade erop gedaan. Nou laat ik hem zo. Dit ga ik nu even weer fixeren. Wat ik net ook heb gedaan. Even van een centimetertje op 30 afstand spray ik wat fixatie eroverheen. Neem even een nieuw papiertje eronder. Zo. Ziet er wat netter uit. Nou, dan heb ik deze zover klaar dat ik hem ga versieren met de stempels eromheen. En daar had ik dus voor de achtergrondstempel van Studio Light. Die hebben dus hele leuke diverse achtergrondstempels. Ik neem dan de stempel in mijn hand. Doe daar wat Versamark inkt op. Oh, wat zei ik dat? Deftig, hè? Versamark. Kan het wel. Op een klein hoekje. Dan leg ik hem op de hoek waar ik hem wil hebben. Ik hou hem vast en ik duw hem zo ver totdat ik zelf denk van, nou ben ik nog niet aan de bloem. Dus ik laat hem eigenlijk zo tot aan de bloem komen. Ik zet gewoon een duw met mijn pols met de Versamark. Die doe ik ook even aan de onderkant. Gewoon weer dezelfde hoek van de stempel. Ook die zet ik van onderaf aan, totdat ik denk van, oké, daar begint mijn bloem. Dan stop ik ermee. En dat ga ik ook in deze hoek doen. Dan neem ik weer een deel van de stempel. Ik zet hem in de hoek. Ik duw hem, niet laten vallen. Ik duw hem tot aan het blaadje van de bloem. En dan hebben we onderin nog een hoekje. Ook die ga ik uit de hand wat voorzien van de stempel. Nou zie je eigenlijk nog weinig. Nu heb ik wel de dazzle gebruikt. Even kijken, de champagne. Dus hij zal ietsjes te zien zijn. Maar nu pak ik weer mijn pampastelsponsje met de shade kleur. En die dep ik over mijn gestempelde, met Versamark gestempelde achtergrond. Dus niet duwen, gewoon deppen. En door de Versamark die pakt die pampastel wel aan. En dan krijg je dus een relief te zien van de stempel die we er dus net opgedaan hebben. Ik zal hem zo nog even wat bijdraaien in het licht. Zo krijg je dan een beetje een achtergrond eroverheen. Wat ik zelf heel erg leuk vind is om er ook een script doorheen te doen. Maar die zie ik nu even niet. Ik heb hier wel een leuke muzieknoten stempel. Dus die ga ik er ook nog doorheen doen. Dan ga ik wel even deze fixeren. Dat die weer... ik zeg altijd klaar fixatie. Klaar fixatie. Dus ja, heb je weer iets klaar? Dan ga je hem even fixeren, want anders gaat het toch wel wat blenden door elkaar heen. Dus ik heb hem nou weer even gefixeerd. Pak een stempel van Studio Light met een leuke muziekachtergrond. Ik wilde eigenlijk een script, maar die heb ik niet klaargelegd. Dus we nemen gewoon een stukje van de script. Of van de muzieknoten. Ook die duw je gewoon weer in de Versamark. Ietsjes over je kaart. En dan pak ik één tintje donkerder. En dan dep ik die weer over mijn gestempelde deel. Ik hoop dat het zo een beetje te zien is. Aan de andere kant ga ik ook een klein stukje doen. Dus gewoon met je vingers even duwen van daar wil ik heel iets. Niet te veel. Kleine accentjes geven. Nou, kijk zo.
krijg je een beetje dit te zien. Nu kan je ook nog zeggen van dit gedeelte is weer klaar, dus ik ga dit even fixeren. Zo. Ik zal even mijn blaadje omdraaien, het ziet er wat mooier uit. Je kan nu ook zeggen van goh, ik wil nog wat extra accentjes. Moet even spieken of ik hier zoiets bij de hand heb. Ik pak even een script. Vind ik toch wel leuk om dat te... Het is niet zo 1, 2, 3 een merk die in de winkel ligt, maar dat maakt niet uit. Het gaat even om het idee wat je ermee kan. Dan pak ik, mijn gray flanel weer. Bink daar even een scriptstempel mee. Geen idee waar die van is, maar ik vind hem gewoon leuk om hem er even bij te doen. Nou, ook die, wat ik al zei, gewoon uit de hand een klein beetje op je werk. Het hoeft ook niet veel. Klein beetje daarvan ziet is erg, vind ik zelf erg leuk. Zo, hij mag rustig over de roos. Ik vind het helemaal leuk zo. Nou, stempel inkt hoeven we niet te fixeren. Nu ga ik nog iets extra's geven, want het mag van mij wel ietsjes wat bling. Karin, moet de PC fixatie over het pampastel heen? Als je het niet fixeert, dan kan je niet je volgende laagjes opbouwen. Dus dan wrijf je het eigenlijk door elkaar heen. Dit is dus tot nu toe zover als we zijn. Wat je nu ook nog kan doen om die bloem nog wat meer op te lichten, is met een wit potlood. Dat vind ik zelf wel heel leuk. Dat had ik eigenlijk net al willen doen, maar het schiet me nu pas weer te binnen dat ik hem nog iets meer wil op laten poppen. Ik heb nu, wat heb ik gepakt? Koud grijs, cold gray van Faber-Castell Polychromos. Maar dit kan eigenlijk met alle witte potloden wel. Klein beetje wit extra aanzetten aan de puntjes van de blaadjes en iets aan de puntjes van de bloemetjes. Wil ik natuurlijk wel iets dichterbij laten zien. Even kijken hoe ik dat net deed. Daar had ik eronder een boekje. Pak ik even weer een boekje eronder. Dat ik het iets dichterbij kan laten zien. Dus gewoon met een lichtgrijs of een wit, nou ja, zeg maar even kleurpotlood, kan je dus nog weer extra accentjes aan de lichtste, de buitenste lichtste blaadjes geven. Ik denk dat er op het beeld niet zo heel veel van te zien is. Maar hier in het echi is het mooi te zien. Dat is altijd een beetje lastig met camerabeelden. Die vertekenen nog wel eens iets qua kleur en beleving hoe het eruit ziet. Maar geloof me, ik zie het hier prima. Oh, volgens mij zien jullie het wel als ik het zo lees. Ik was te bang voor dat het niet te zien was. Maar het popt iets meer, vind ik, het witte eruit. Dus dit doe je dan waar je zonnestraaltjes het eerst het blaadje raken. Daar zet je dus wat wit aan. Want daar was het lichtst. Daar kwam de zon op de bladeren. Dus die schijnen dan een beetje, ja, die geven echt licht. Laat het zomaar zeggen. Nou, dit kan je dus doen met alle blaadjes. Ik hoop dat het zo'n beetje te zien is. Nou, dan heb ik hem een beetje opgelicht. En nou wil ik jullie nog iets ouds laten zien, waar ik eigenlijk nog steeds best wel dol op ben. Ik vind het nog steeds leuk spul. En dat is glitter. Langs de randjes van de kaart. En wat ik dan doe is ik pak mijn glue pad. Misschien kennen jullie hem nog wel. Nog steeds verkrijgbaar. Super handig. Een glue pad is eigenlijk hetzelfde als een inktpad. Alleen zit er nu glue lijm in. Wat je dan doet is je opent het dekseltje. Dan zit er nog weer een plastic kapje overheen. En dan heb je een stempel inktkussen. Daar doe je wat lijm op uit het flesje wat erbij zit.
Klein beetje lijm in het kussentje. Niet meteen de hele fles erin duwen, maar gewoon een klein beetje lijm verdelen over het kussentje. Dat is al voldoende. En dan pak ik mijn kaat en die kaat die schuif ik eigenlijk door dat inktkussentje of door dat lijmkussentje. Kijk, als jullie, ik denk dat jullie het wel kunnen zien dat er wat glimt nu. En dan pak ik mijn glittertjes. Dan heb ik natuurlijk niet mijn mooie bakje klaargelegd, dus ik pak even een velletje papier hoor. Anders moet ik weer weg. Dat vind ik een beetje raar. Nou, er zijn heel veel leuke glittertjes verkrijgbaar. Ik heb hier een iets zwart glittertje. Vond ik wel mooi bij de kaart, bij de grijstinten. Kijk eens, is toch prachtig. Ik hoop dat jullie het ook zien. Een mooie glitterlijn als er langs komt. Nou, dat kan je dus met alle vier kanten doen. Je haalt gewoon je papier haal je door die, die lijmpad is het dan, hè? Kloepad. En dan laat je hem heel even drogen. Dat is ook vrij snel klaar. Zo vind ik, krijgt die kaart toch wat leuks, wat extra's. Klein glittertje langs de kant. Ja, ik hou er wel van. Even mijn... En ben je nou klaar met het lijmen, met de gluepad? Even dat plasticje er weer op. En dan het deksel erop. Dan hoef je hem de eerste keer of de tweede keer niet weer te vullen. Het flesje zit erbij. Nou, ik heb het zelf al jaren. Het flesje zit nog heel veel in. En ik vind het super handig in gebruik. Om bijvoorbeeld deze randjes te voorzien van glitter. Ook kan je er natuurlijk kleine plaatjes in duwen. Dat kan ook met het lijmpetje. Super handig. Nou, dit is de basis. Wat ik nu nog erg leuk vind om te doen is om even met een witte Sharpie of een andere witte pen. Is het hetzelfde als de Versamark? Nee, de Versamark is geen lijm. De Versamark is echt een inkt. En een gluepad is echt lijm. Daar zit echt plaksel in, zeg maar. Ja, als je glitter gebruikt zit het overal. Ja, daar heb ik ook wel eens problemen mee. Maar dat gebeurt bij mij ook wel eens. Nou, ik neem nu even een witte pen. In dit geval heb ik nog een Sharpie. Maar ik moet zeggen, de Uniball zijn ook erg fijn. Geef ik nog klein wat, her en der wat kleine accentjes aan. Gewoon uit de losse hand wat lichte stippeltjes. Hier nog een paar. Je zou ook nog op de bloemblaadjes wat van die witte streepjes kunnen doen. Ik ga het niet doen. Mieke, wat bedoel je? Is die nog te koop? De gluepad is nog te koop, ja. Die hebben we als goed is nog op voorraad. Het is al best een oud artikel, maar ik vind hem nog steeds super handig. Ook met kleine dingetjes. Even een pincetje, je duwt het er even in en plak hem maar. Even kijken. Nou, dit was eigenlijk mijn basis. Ik ga hem nu even matten op wit en zwart. Ik pak even mijn snijmachine erbij. Even kijken, ik had al als goed is papier klaargelegd, maar ik heb inmiddels alweer zoveel aangehaald dat het al bijna weer zoek is. Ik had een kaart van 14 bij 14, dus ik neem nu 14,5 bij 14,5. En ik neem een zwart van 15 bij 15. Oh, die is al 15, oh, dat is handig. 15 bij 15. Nou, die gaan we weer op elkaar plakken. Klein beetje lijm is voldoende als je de Dutch Doobadoo lijm gebruikt. En die gebruik ik altijd. Ik plak er alles mee. Even spieken. Oh, wel recht plakken, hè. Zo. Nou, ondertussen is mijn
glue pet lijm dingetje ook wel opgedroogd. Klein beetje lijm is voldoende. Kruisje in het midden doe ik nog wel eens even. En dan plakken we deze op de basiskaart. Nou, en zo is mijn kaart ontstaan. Je kan hem zo donker en zo licht maken als je wil. Van welk merk? Van welk merk? Ja, de Essential Glue Pad Versatile Adhesief. Ik weet niet, het kan nog wel eens. Oh, Tsuskino, ja. Ja, nee, hoe spreek je dat nou uit? Tsuskino. Ja, maar hij staat wel in de webwinkel als glue pad. Nou, dit was hem. Dit was mijn voorbeeld met een andere roos. En dit is de roos die we vanavond gemaakt hebben. Wat je nog kan doen is eventueel een leuk bennetje maken met een tekst erop. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Een bennetje maken heb ik volgens mij laatst al laten zien. Ik zal het nog één keer weer laten zien. Het is wel een leuk tipje. Ik snij even snel een strookje. Nou, even een iets groter strookje kan ik het iets beter laten zien. Hier maak ik een banner van. Wat je dan kan doen is, je knipt één deel in het midden in. Tot de diepte van wat jij je punten wil aan de banner. Dan ga je van de ene hoek naar je geknipte punt. En je gaat van de andere hoek ook weer naar die geknipte punt. Nou, en zo heb je een hele mooie banner. Die je nu eventueel op je kaart of iets kan verwerken. Of je maakt er een vouw in. Is ook wel erg leuk. En je plakt hem er overheen. Dat je daar nog weer een leuke tekst op maakt. Dus zo kan je heel makkelijk, leuk en snel een banner maken. Nou, dit was het eigenlijk wat voor mij betreft. De pampastel kleurtjes die ik had, het waren grijs tinten. Maar je kan dit natuurlijk met allerlei kleurtjes doen. Hè? Het hoeft niet alleen met grijs. Je kan het ook met roze tintjes of met blauwe tintjes. Noem maar op. Maar ik vond het wel eens leuk om wat in de grijze tintjes te gaan doen. Ik bedank jullie weer voor het kijken. En mochten er vragen zijn. Ja, ik zeg al, het is altijd moeilijk om het terug te lezen hier. Want dan lees ik het wel ergens in een berichtje. Ik wens jullie een fijne avond verder. Leuk dat jullie weer hebben gekeken en graag tot de volgende keer. Doeg!